naar Nederland en hier haar draai niet meer kan vinden. Ze kan en ze wil niet meer schrijven omdat ze vindt dat haar stukken toch niets veranderen aan de situatie van de mensen daar. Bovendien kan ze de moord op haar vriend in Midden-Amerika heel moeilijk verwerken. Haar moeder en haar zusje begrijpen niets van haar. De enige bij wie ze contact zoekt en vindt is bij haar zwakzinnige broer Emiel. Ze haalt hem uit de inrichting en ze sleept hem overal mee naartoe. José Ruiter en Josse de Pauw spelen mooie rollen in de Stille Oceaan. José, het lijkt mij niet eenvoudig om te spelen met iemand die een zwakzinnige jongen uitbeeldt. Is dat moeilijk? Nou, ik denk dat het voor Jos moeilijker was dan voor mij. Ik kon alleen reageren op wat hij mij, aandroeg. En dat was, als je dat ook terugziet, het was fenomenaal. Nergens eng of nergens te veel of nergens... heel integer, heel... Het was fantastisch om met die jongen te werken. Hij heeft ook de hele motoriek, hè, van zo iemand. Ja, hij werkt ook bij een theatergroep, hebben ze zelf opgericht. Radijs heet dat. En dat is ook een combinatie van beweging en tekst. Meer beweging dan tekst eigenlijk. Dus het ligt hem. Mm-hmm. Hij vindt dat lekker ook om te doen. Ja, fantastisch. Jij speelt de journaliste die terugkomt uit Midden-Amerika. Mm-hmm. Ze heeft daar vandaan altijd goede stukken geschreven. Dan komt ze terug en dan is ze ineens helemaal de kluts kwijt. Mm-hmm. Hè? Ze komt in een crisis terecht en ze doet niets meer. Ze laat alles maar over zich heen komen. Ik zit daar een beetje naar te kijken van... Wat gebeurt daar nou? Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is iets wat vrij moeilijk begint, ook de film. Misschien had je er ook wat actiever willen zien. Maar ik begrijp het wel. Het is toch wel een logische reactie als datgene wat er met haar gebeurd is in Amerika... en dat verlies van die vriend enzovoort... Verlies van die vader ook nog, dat komt zijn twee klappen boven elkaar. En het feit dat je dan realiseert als je terug bent dat het gewoon allemaal geen pest uithaalt wat je daar, of wat voor prachtige stukken je ook schrijft. Er gebeurt gewoon, er verandert gewoon niks. En dat lijkt me, en als je daar bent, achterin is het ver weg, je stuurt het op en wie weet heeft het effect. En als je dan hier bent, in Nederland terug, ja, dan realiseer je gewoon dat het absoluut niks heeft uitgehaald. En dat denk dat als een doodklap over je heen komt. Ik vraag waar Emiel is. Zou u misschien de beleefdheid kunnen opbrengen om antwoord te geven? Hij was totaal overstuur en dat is jouw schuld. Waar is Emiel? We hebben gedaan wat het beste voor hem was. Mam heeft net de inrichting opgebeld. En ze hebben hem net opgehaald. Maar laat u hem nou weer in de steek? Net als jullie nodig heeft, zal het je lafbekken. Je weet niet wat je zegt. Je maakt me gek met je verwijten. En ik wil het niet meer. Ik laat me niet meer terroriseren door niemand. Ga weg! Ik wil je niet meer zien! Jij hebt wel eens gezegd in een van je vele interviews... dat er hier niks wordt gedaan met mensen met talent. Dat ze niet worden geholpen. Niet verder gebracht. Ja, dat vind ik echt. En dat is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen... omdat het vaak rancuneus klinkt. Dat bedoel ik niet zo. Maar echte liefde voor mensen die wat kunnen... die is er nauwelijks. En de coaching die dat nodig heeft om... op de goede weg te blijven, dat je geen fouten maakt. En die is er dus ook nauwelijks. Het is toch een beetje de middelmaat die regeert hier in Nederland. En
Of dat nou met Calvijn te maken heeft of met het slechte weer of ik weet het niet. Ik vind dat jammer, ja. En het enige alternatief is dan om te zeggen van ik pak mijn bies en ik ga. En dat is dan weer een andere stap. Hè? Dat, ja. Dat doe je natuurlijk ook niet zo gauw. En daar zitten ze ook niet op je te wachten en altijd met die taalbarrière enzovoort. Maar het echt houden van mensen die iets kunnen wat jij niet kan, wat fantastisch is, dat is er nauwelijks. En niet alleen op ons terrein, maar in de architectuur, dus eigenlijk overal, ja. In ieder gebied is dat zo. Maar wat zou je willen? Met wie zou je nou bijvoorbeeld graag willen werken? Ja, ik heb Margrethe van Trotta een briefje geschreven. Gewoon met wat rommeltjesfoto's. Want nu worden er wat foto's van me gemaakt. Dus in verband met deze film dan, voor allerlei bladen. Maar daar zou ik verschrikkelijk graag wat mee willen doen. Dat vind ik een fantastisch. Of ze aardig is, weet ik niet, maar dat kan me niet schelen. Maar ze maakt films waar ik heel veel aan heb als ik er naar zit te kijken. En dat is toch wel iets wat ik graag wil. Ik wil graag iets geven, ja. Toch. Maar wat eruit komt, weet ik niet. Want het is natuurlijk een. Moet je in je eentje doen, hè. Dan moet je zelf ook op af allemaal. Zo'n vrouw bellen dan maar na zo'n briefje van. Gaan ze mijn zettel bekomen. Of zoiets, ja. En gewoon maar er naartoe rijden dan maar. Jij bent een van die actrices op film, vooral ook, waarvan je denkt dat je eigenlijk niks, dat ze eigenlijk niks doen. Oh ja. Ingrid Bergman heeft dat ook. Ze is zichzelf en het komt er ook allemaal vanzelf aan, wat natuurlijk niet zo is. Nee. In deze rol ook, in de Stille Oceaan. Jij bent die Marjan Winters. Ja, ik ben er natuurlijk niet. Nee. Maar ja. Ik probeer zoveel mogelijk die identificatie tot stand te brengen. En dat is helemaal geen verdienste. Dat is gewoon een kwestie zoals ik kennelijk werk of zoals ik in elkaar zit. Ik vind het. Ik heb kennelijk het vermogen om in diverse situaties heel goed te kunnen verplaatsen. En dat is dan een gave die ik gekregen heb. Voor de rest heel erg hard werken en heel erg concentreren op de ander en op de situatie. En dan gebeurt het. Je haat televisie, hè? Althans, niet spelen op televisie, maar interviews geven zoals we hier zitten. Waarom? Nou, ik heb daar heel erg lang over nagedacht. Het is nu noodzakelijk omdat iedereen moet weten dat de Stille Oceaan draait. Dat die film draait. En ik begrijp, omdat er vreselijk veel geld mee gemoeid is, dat het belangrijk is dat er veel mensen naar die film gaan kijken. Ik vind alleen niet dat ik dat zelf moet doen. Ik kan mezelf niet aanprijzen. Ik vind het veel leuk als iemand anders dat doet. En ik wil niet. Dit is voldoende dan alleen praten met jou, vind ik. Maar om uitverkoop te houden van mezelf. Ik vind het te veel woord, te groot woord om te zeggen van het gaat de mensen geen pest aan wie ik ben. Maar ik vind dat. Ik ben een toneelspeler of een actrice, of hoe je dat noemen wil. En ik probeer datgene wat ik meemaak in mijn dagelijks leven, om dat in me op te slaan. En dat komt er dan al of niet uit in een rol. Ja. En dat vind ik veel interessanter dan dat ik dat die hele boebeleboe wat ik allemaal over dit en dat vind, om dat gewoon maar meteen op tafel te gooien, dan blijft er dus eigenlijk weinig te raden over. En ik vind dat ik uit mezelf moet putten en dat ik mezelf heb als materiaal en dat ik nog een hele tijd, hoop ik, met mezelf toe moet. Marjan! Marjan! Je moet niet zo weggaan, dat wil mam toch ook niet zo? Hoe moet ik dan weggaan? Waarom heb je ons niks verteld, Marjan? Wat weet je daarvan? Henriek heeft me vanmorgen er wat over verteld. Over je vriend. Ik denk dat ik je nou beter begrijp. Jij begrijpt helemaal niets, Rita. Ik begrijp dat je verdriet hebt. Maar jouw begrip verandert niks. Als je dat nou eens inziet. Ja, maar ik wil je graag helpen. Ik kan me niet helpen, Rita. Wat ga je dan nu doen? Oh, ik ga gewoon even weg. Dat lijkt me voor iedereen het beste. Films op televisie.
23 maart zendt de VARA de Life and Times of Judge Roy Bean uit. Het is een speelse satire... Een scenario van Annemarie van der Putten. U ziet José Ruiter in de rol van Marianne Winters. Een in haar vak vastgelopen journaliste die nieuwe zin aan haar leven denkt te kunnen geven... door zich in te zetten voor haar zwakzinnige broer. En die rol die wordt gespeeld door Josse de Pauw. Spera aquí el primer tren para Amsterdam. ¿Tú qué harás? Bien lo sabes. Debo ir a casa lo más pronto posible. Hace una semana que me esperan. No podría ir contigo. Ya hablamos de eso. Te he dicho lo que debes hacer y dónde debes ir. Sudamérica es tiempo pasado para mí. Terminado. Sudamérica no será nunca tiempo pasado para mí. No debemos olvidar a Miguel. No. ¿Qué hago con esto? Guárdalo. ¿Puedes servir aún? Me parece tan extraño. ¿Qué? Estamos casados y ni siquiera hemos dormido juntos. No casados estamos para eso. ¿Y por qué no? Debo irme. Llámame cuando comiences el trámite. Lo haré. Buena suerte. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
Kom maar. Hoe is het met je? Wat zie je bleek? Oh, ik heb 2 dagen gereisd. Hoe was het met papa de laatste dagen? Rustig. Langzaam uitgedoofd. Maar voor mama was het slopend. Heeft hij op me gewacht? Dat weet ik niet. Het ging al een hele tijd slecht met hem. Mama vertelde dat hij ging huilen. Als hij een stukje van je in de krant las. Hoe is het met je werk? Is afgelopen. Ga je iets anders doen in Zuid-Amerika? Nee. Ik weet het niet. Oh, ga jij naar mam toe? Mm-hmm. Ik moet Emil zo halen. Was je toch? Ik heb zo lang op je gewacht. Maar ik ben er nou toch? Hij wordt vandaag begraven. Ik weet het. Ik heb je zo vaak gebeld, maar je was er nooit. Ik kon het niet helpen. Toe uit. Dag, Magiaan. Dag, Frits. Gecondoleerd. Dank je. Jij ook. Het spijt me van die telex. We hadden het je liever telefonisch willen vertellen, maar we konden je niet bereiken. Ik wist niet wat ik aan moest met je brief. Je hebt hem al ontvangen? Nou, gisteren. Ik heb hem maar niet aan de redactie buitenland laten lezen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je deze dagen... Emiel, geef op Britt eens een handje. Oh.
weet niet waar Marjan is. Ik denk dat ze slaapt. Alek kan maar slapen. Ze is natuurlijk nooit naar zo'n reis. Dag Rita. Emiel. Dag Emiel. Beste moeder. Sterk. Slapen? Nee. Heb je een goede reis gehad? Ja hoor. Je hoeft echt niet te blijven. Je kan heus wel alleen zijn. Ik heb wat voor je meegebracht. Lief. Oh, wat mooi. Lijkt wel ivoor. Komt het daar vandaan? Ja. Gevangenen maken dat. Gevangenen? Ja. Thank you.
geleden werd gevraagd om niet te plaatsen op dit staat. Zo, schuim op pagina 3. Maar de winter was het toch ook helemaal mee eens. Ik wil Frits even spreken. Wie bent u? Marjan Winters. Wat wil je? Wil je een krant die echt alleen ik geloof dat hij even weet. Of wil je al kunt erbij? Van Opstal wou het de maand geleden ook al. Je geeft me geen ruimte. Ik moet ruimte hebben om mijn eigen beslissing te nemen. S'nacht. 3 weken geleden was het precies hetzelfde. De winter was het er helemaal mee eens. Die vond het prachtig. Je verhuist er naar pagina 7 dat ze daar musiceren. Je geeft me geen ruimte, Frits. Geef je de ruimte. Ik ben blij het te zien. Dan zullen we het eerst maar over die brief hebben. Maar over anders. Ik heb wel enig idee wat je daar allemaal hebt meegemaakt. Maar wat ik niet begrijp is waarom je in je brief zo'n extreem standpunt inneemt. Staat er wel in. Laten we vanavond ergens rustig samen gaan eten. En dan spreken we er verder over. Ik zou niet weten waar we verder over moeten praten. Je dwingt me nou niet een rol te spelen die belachelijk is. Ik heb geen tijd voor etentjes. Goed. Vijf jaar geleden was je vol ambitie. Je wou naar Zuid-Amerika. En ik mag hopen dat je altijd geweten hebt dat dat anders is dan Parijs. Je hebt de afgelopen jaren goed werk geleverd. En ik zie geen enkele reden om op te houden. Ik kan er niet meer. Dat is onzin. Waarom moet ik in godsnaam stukken schrijven over moord, martelingen, verdwijningen? Is er toch niks veranderd? Mensen lezen dat op een zaterdagmiddag en wat verder. In Nederland gaat gewoon door met het leveren van militair materieel. Aan landen waar het leven van iemand gewoon niet telt. De krant wint zich niet op. Schrijven is een vak. En dat heb jij intussen aardig geleerd. Wat is er daar met je gebeurd, Marjan? Waar is je energie, je inzet? Ik zou willen dat je op het moment dat je daar jezelf toe in staat acht, een groot stuk schrijft over Zuid-Amerika. Over je ervaringen daar, over de situatie daar. Neem er je tijd voor. Ik heb geen haast. Je krijgt carte blanche. Dag, Frits. Ik hoop je gauw weer te zien.
doe jij hier? Niks. Wat moet je dan op de kamer van Emile? En waarom heb je zijn kleren aan? Hij doet alsjeblieft normaal. En waarom blijf je hier nou toch zo rondhangen? Ik wil thuis blijven, mam. Ik weet niet hoe ik verder moet. Hoe kan je nou zoiets zeggen? Laten we samen iets leuks gaan doen. Rita heeft gevraagd of we eens een keer langskwamen in Antwerpen. Zijn we er echt eens een dagje uit? Zullen we Emile dan meenemen? Ik weet niet of hij dat wel aan kan. Na de begrafenis was er ook geen land met hem te bezeilen. Misschien dat hij gewoon verdriet. Dag. Hallo. Dag. 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 Hallo. Dag. Hij heeft het vaak over je, Emile. Oh ja? Ja. Over mij? Ja. Hij wil met je mee op reis, hè, Emile? Of naar het water, zegt hij vaak. Ik denk dat hij de zee bedoelt. Je ziet die iedere dag, ja, anders weet ik het ook niet. Na de water. Hey jongens, doe nou. Na de water. Wat ben je aan het doen? Naar huis. Maar het is dan nog geen vakantie. Mama en ik kwamen je alleen maar even gedag zeggen. Hm? Mooie kamer heb je. Hè? Prachtig. Wat doe je nou? Oh, je hebt me klein. Marjan huilen. Hoef je me niet voor te knijpen. Thank you.
Caña para tres, por favor. Zo. En dan moet u hier de reden van zijn afwezigheid opschrijven. Oh ja. En brengt u hem op tijd weer terug? Ja. Anders krijgen we problemen met de organisatie. Ja. Is goed zo? Oké, ja. Ja? Ja. ¿Qué haces aquí? Hola, Marian. Necesito hablar contigo. ¿Es tu hermano? Ah, sí. Kom, Emil. Geef me eens een handje. Hey. ¿Habías contado algo a mi madre? No temas. Al llegar me di cuenta que no sabe nada. Mam, dit is meneer Enes. Dat heeft hij mezelf al verteld, dank je. Accompagne me. Excuse me. No veo seguro el permiso de residencia. Porque no vivimos juntos. ¿Saben eso en la policía? No sé. Es posible. Marianne, vente a vivir conmigo. No, Enric, no. No puedo hacerlo. ¿Estás trabajando? ¿Qué podría hacer aquí? ¿Y tú? Sigo en el diario. Tú podrías hacer algo importante. Debes escribir sobre lo que has visto. Debes transmitir tu experiencia. Miguel no puede haber muerto en vano. Termina con eso. ¿Por qué todo el mundo calla, Marianne? ¿Qué quieres decir? Aquí es como si Sudamérica no existiera. Me he puesto a mirar frente a la embajada. Apenas 100 metros más allá, suena un organillo como si nada pasara. Estás exagerando, Eric. Espera aquí. Ahora te llevo a la estación.
Ave mala sera, ave mala sera, ave mala sera. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche y yo no podía decir. Si viene la policía, podrás aparentar que vivimos juntos. ¿Vas alguna vez a visitarme, si tienes tiempo? Lo haré, descuida. Ik vind het wel erg moeilijk worden om jou nog te volgen. Zou je misschien enige uitleg kunnen geven? En wat moet ik uitleggen? Oh, moet ik het soms normaal vinden dat hier s'avonds om 10 uur een man voor de deur staat, een wildvreemde man die niet eens Nederlands spreekt, en dat je dan ook nog met Emile komt aanzetten? Want die man en ik zaten in hetzelfde vliegtuig. Hij dacht dat ik meteen weer terug zou gaan, dus vroeg hij of ik wat mee wilde nemen voor zijn familie. Dacht je dat ik niet merkte dat je tegen me zit te liegen? Zou je tegen je vader nooit gedaan hebben. En als je wat Emile betreft dezelfde smoesjes hebt, dan hou je die maar voor je. Koffie, mam? Alsjeblieft. Ah, goedemorgen. Morgen. Je hebt je trui verkeerd om aan. Kom maar. Kom maar. Leg ik hem even op je bordje. Zo. Wil je hem niet aan? Nee. Koffie? Ja, van Marjan. Heb ik je gestuurd voor je verjaardag, weet je dat? Kom, leg hem even hier neer. Mag je straks spelen. Heb je lekker geslapen? Ja. Fijn. Ik heb gisteren nog voor je gebeld. Er was iemand van de televisie, hij wou een interview met je. Voorzichtig, voorzichtig.
wel dat je ze gezegd hebt dat ik daar geen tijd voor heb. Hij denkt toch zeker niet dat ik jouw zaken ga regelen. Ik heb gezegd dat je terug zou bellen. En waarom doe je dat eigenlijk niet zelf? Kom eens. Kom. Kom, kom, kom. Zo. Ja, doe maar. Zo, voorzichtig hoor. Zo. Ja, daar. Heel goed. Zo. Weet je dat nog? Hoe we hier vaarden in de rubberboot? Rita was de tweede schoen. Ja. Dan gingen we op zoek naar het land met een grote schat. Hm? En als we dat gevonden hadden, dan betekende dat dat alle mensen gelukkig zouden worden. Oceaan. Ja, ja, weet je dat nog? Wat goed. Ja. We gingen in de boot over de stille oceaan. Oceaan. Marjan was in een ver land. En de bazen van dat land zijn heel slecht. De mensen zijn heel erg ongelukkig. En toen ontmoette Marjan een jongen. Heel aardig, heel lief. En toen gingen we bij elkaar wonen. Maar de jongen wilde dat iedereen gelukkig werd. En toen ging hij vechten tegen de grote bazen van het land. Dat kon hij natuurlijk niet winnen. En toen zaten we in een café. En toen vroeg ik of hij mijn sigaretten wilde halen. En toen hebben ze hem opgepakt. En nou is hij dood. Dood?
Por el mundo tú andarás, tu destino, amigo es un camino. Lo busques, el destino te lo da. Dan moet ik nou doen. Doe nou. En heb je hem gelezen? Ik heb opgebeld dat je hem vandaag terugbrengt. Thuis. Thuis. Nee, Emiel, je bent toch fijn een tijdje thuis geweest. Het gaat om wat daar gebeurt, of waar dan ook ter wereld. Het gaat niet om de mensen die er stukjes over schrijven. Ja, ik vind televisie echt wel iets anders dan radio. Enrique Inés? Ja, natuurlijk. Ja, lijkt me erg onverstandig. Zolang hij zijn verblijfsvergunning nog niet heeft. Thank you.
Ik zal erover nadenken. Ja. Ja, tot ziens. Voy a buscar los cigarrillos al auto. Quédate, yo voy. Jan Winters? Hallo, ja. Evert Ledenborg. Hallo. Ik vind het erg fijn dat je gekomen bent. Okay, kom erin, okay, kom erin. We zaten net een beetje te brainstormen over het programma. Hallo allemaal. Mag ik je mijn collega's voorstellen? Stetty Goslinga. Hallo. En Susanne Donkers die de presentatie doet. Oh, ja. Hallo. En natuurlijk onze gasten, Henri Guénès, maar die ken je al. En Umberto Del Carpio. Hola. Ga zitten. Hola. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Of wil je nog koffie? Nee, dank je. Ja, Marianne. Jouw voortreffelijke werk als correspondent is natuurlijk algemeen bekend in Nederland. En in eerste instantie hadden wij dan ook gedacht om daarover met jou een interview te maken. Hoe het is om als vrouw daar werkzaam te zijn. Maar wat jij zelf al zei, en persoonlijk heb ik daar alle respect voor, daar gaat het niet om. Het gaat om Zuid-Amerika zelf. Om de vermisten. Om de slachtoffers. Ja, en nou hoorden wij dat jij daar heel interessant fotomateriaal van in je bezit hebt dat nog niet eerder is gepubliceerd. En ik denk dat wij dat in ons programma heel goed zouden kunnen gebruiken. En verder? Ines vertelde ook dat je bevriend bent geweest met iemand die daar omgekomen is. ¿Qué contaste, carajo? La verdad. Zij zeggen, wat geef je ze godverdomme vertellen? De waarheid. Ja, het is verschrikkelijk wat je daar hebt meegemaakt. We waren er allemaal stil van. Maar ik denk wel, Marianne, dat je de problemen van Zuid-Amerika heel dicht bij de mensen brengt als je daarover iets zou willen vertellen in ons programma. Idiota. ¿Crees que me prestaré a eso? Zij zegt, idiot. Denk je dat ik daaraan meedoe? Mijn leed aan het Nederlandse volk openbaar maken. Zodat iedereen even kan griezelen bij de buis. Blij dat het ver van zijn bed is. Je begrijpt dit verkeerd. Persoonlijke, emotionele informatie komt gewoon veel beter over bij het publiek. Ja, ja. Pas dan begrijpen de mensen wat... Ik heb daar geen zin in. Ik kan het niet en ik wil het ook niet. Ja. Ga erachter. Nou, zo kun je iemand om je laten gaan. Als ze niet wil, dan wil ze niet. Maar. Jezus Christus, ik dacht dat die wel wat gewend was. Goedenavond. Oh, ik kom even een van de bewoners ophalen. U heeft hierover een afspraak? Nee hoor, moet dat dan? Ja, die jongens slapen al. Oh, hij woont boven. Ik even mijn broertje zien. Ja, het spijt me, zult nog toestemming nodig hebben van de leiding. Oh, maar ik moet mijn broer zien. Het is hier toch geen gevangenis? Mevrouw,
Komt u morgen weer even terug? Ik moet mijn broer zien, hij heeft me nodig. Heeft u nog geen enkel gevoel? Als u nou morgen terugkomt, mevrouw, dan is er nog geen enkel probleem. Een probleem of dat je godverdomme van problemen af? Lul. Maar ik heb ze. Hey, ga zaapjes weg. Ga je mee? Ja. Ja? Ja. Moet je eerst even je aankleden? Ja. En heel snel, maar heel zachtjes. Ja. Ja. Is dit van jou? Ja. Oké. Okay. Handen hoog. Corina. Anna-Marita. Marita? Bravo. Bravo.
Vito! Ben je moe? Niet. Thank you.
Rita is misschien op reis. Ja. Hm? Ga je mee? Kom maar. Dank u. Dan wil ik Sana pas nog even hebben. Ja, u heeft die van mij, toch? Mm-hmm. En ik moet die Sana nemen. Dat is toch voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Ja, hij heeft er geen. Hoe heet u toch in de kanning? Het is mijn broer. Hij is achterlijk. Zijn papieren liggen in de inrichting. Kunnen we van alles waarsmoken, hè? Jezus. Nee, hij komt hier niet binnen zonder dat ik zijn pas gezien heb. Dat gaat niet. Ja, maar dat is toch onzin, bro? Ja, maar hem alleen niet aan mij, dat is de wet. Trouwens, hij zou nergens binnenkomen, hè? Zonder zijn pas. Me hiciste pasar. Creí que esta vez me agarraban. Es muy difícil de explicar. Es todo muy confuso. Busca un lugar para dormir. Tengo con mi hermano. ¿De acuerdo? No sé cómo disculparme por lo de esta tarde. Oh, no fue culpa tuya. ¡Niet vooruit! ¡Nee, je valt niet! ¡Jan! ¡Kom! ¡Godverdomme! ¡Sara! ¡Nee! ¡Je gaat iedereen wakker! Wat gebeurt hier? Oh, we willen gewoon even naar boven. Wie bent u? We komen even op bezoek bij de meneer van Driehoog. Is hij dronken? Nee hoor, hij is gewoon een beetje bang. Kom, schat. En wie bent u? Hij woont en logeert tijdelijk op Driehoog. Zo, daar weet ik niks van. En ik ben hier de eigenares. En ik wil niet dat het hier een zootje wordt. Jullie gaan er allemaal uit of ik bel de politie. No dejes que llame la policía. A ningún motivo. Laat de politie naar buiten. Het is een politiek vluchteling. Hij heeft het moeilijk genoeg hier, begrijpt u? We zijn er geen indringers. Nou, dat weet ik nog zo net niet, hoor. Wat moeten we hier eigenlijk op dit uur van de nacht? Jullie gaan er allemaal uit en hij ook. Ja, maar hij heeft toestemming van die man van Driehoog. Ja? Dan had meneer Jongebloed dat met mij moeten regelen. Ik wil weten wie er in mijn huis zit. Erik, toma un bolso con lo que necesites. Tragamos de acá. Jij gaat even wat spullen halen boven. Ja, mag dat misschien? Godverdomme, je klerenwijf.
Je denkt verdomme zeker dat je alles kan maken, hè? Ik kan iedere keer mam kalmeren omdat jij zo nodig de gekwelde journalisten uit moet hangen. Als je dat zo gaat, doet hij in godsnaam ergens anders. Je maakt iedereen gek hier. Ze hebben gisteravond al bij je langs geweest, maar je was niet thuis. Ik dacht dat mijn zusje me als eerste zou helpen als ik problemen had. Zo zie je maar weer. Vergis is menselijk. Kom, Emiel. Mam belde me in paniek omdat Emiel uit de inrichting was verdwenen. Je loopt met die jongen te zondags met een pop. En wie heb je daar nog meer bij? Waar ben je in godsnaam mee bezig? Zo, sinds wanneer heb ik jouw toestemming nodig voor wat ik doe? Nee, papa wel. Jezus. Rick, Esther, Rita, Mia, Mama. Hey, Rita. Emiel moet slapen, mam. Buenos dias. Rick blijft hier een tijdje logeren. Hij kan voorlopig niet naar zijn huis terug. Alsjeblieft, loslaten. Kom, kom, kom. Emiel, laat mama met rust. Luego a Emil a la cama. Luego nos vamos a dormir. Tú y yo. No. No dormí toda la noche. Me entretengo solo. Bien. Iré a dormir. Cuidas en tu casa. Rita habla inglés. ¿Cómo? Hola. I am Enrique. Jezus, wat doe je nou? Ze willen Henrique meenemen voor een verhoor. Hij kan ze niks uitleggen. Maar wie ze? Politie! Jezus. Zeg, wat gebeurt hier? Wat zoeken jullie hier? Goedemiddag. Mijn naam is Van Kerkhoven. Dit is mijn collega Voortman. Wie bent u? Wat willen ze, mam? Henrique. De heer Ene staat ingeschreven op dit adres. En niemand blijkt er iets van te weten. Nou, ik wel, ja. En u bent? Mijn dochter Marianne. Ik ben mevrouw Ines. Tja, mevrouw Ines, het is zo. Er is een beetje twijfel gerezen omtrent de juistheid van de verklaringen die zijn afgelegd. Als u zo vriendelijk wilt zijn om uw echtgenoot uit te leggen dat hij even mee moet naar het bureau voor een kort verhoor, dan is het zo opgelost. Ja, wat willen jullie van hem? Hij heeft vergeten om een pasfoto in te leveren bij het gemeentehuis. Volgens onze informatie woont de heer Ines eigenlijk in Amsterdam. Nou, dat is jullie informatie dus fout. We wonen hier bij mijn moeder. Mam? Ja, het spijt me echt, mevrouw, maar we zullen het toch even moeten controleren. Uw ma zal even mee moeten naar het bureau. Laat hem. Los, ja? Wij gaan zo wel mee, ja? Let met je gore rotpoten van die jongen! Ik heb beloofd dat je voorlopig in Nederland blijft. Dat is toch zo? Nogmaals bedankt voor de medewerking.
Ik reken op uw begrip voor de situatie. Ik denk dat ik ook namens mevrouw Winter spreek. Waar is Henrik? Die heb ik niet vrij kunnen krijgen. En mij neem je wel mee? Ik heb het geprobeerd. Ze laten hem niet gaan. Ik eis dat jullie onmiddellijk mijn man vrijlaten. Jullie hebben het recht niet om hem zomaar vast te houden. Met zulke methoden zorgen ervoor dat hier godverdomme ook een politiestaat wordt. Het spijt me, inspecteur. Ook bedankt voor uw flexibiliteit. Je hebt me alleen maar nieuwsgieriger gemaakt naar je stuk over Zuid-Amerika. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik hoef het niet eens te lezen als je niet wil. Misschien kan de krant er ook iets mee doen. Maar schrijf het in ieder geval. Voor jezelf. En hou er daarna mee op. Het jezelf zo moeilijk te maken. Je weet niet waar je over praat, Frits. Je onderschat me. Ik weet maar één ding. Dat je een manier vindt om je niet te laten verlammen door wat je meemaakt. Waar Emile is. Zou u misschien de beleefdheid kunnen opbrengen om antwoord te geven? Hij was totaal overstuur en dat is jouw schuld. Waar is Emile? We hebben gedaan wat het beste voor hem was. Mam heeft net de inrichting opgebeld. En ze hebben hem net opgehaald. En laat u hem nou weer in de steek? Net als jullie nodig heeft, zal het je lafbekken. Je weet niet wat je zegt. Je maakt me gek met je verwijten. En ik wil het niet meer. Ik laat me niet meer terroriseren door niemand. Ga weg! Ik wil je niet meer zien! Marjan! Marjan! Je moet niet zo weggaan, dat wil mam toch ook niet zo? Hoe moet ik dan weggaan? Waarom heb je ons niks verteld, Marjan? Wat weet je daarvan? Henrik heeft me vanmorgen er wat over verteld. Over je vriend. Ik denk dat ik je nou beter begrijp. Jij begrijpt helemaal niets, Rita. Ik begrijp dat je verdriet hebt. Maar jouw begrip verandert niks. Als je dat nou eens inziet. Ja, maar ik wil je graag helpen. Ik kan me niet helpen, Rita. Wat ga je dan nu doen? Oh, ik ga gewoon even weg. Dat lijkt me voor iedereen het beste. Ben je voorzichtig? Heel voorzichtig.
Goedemiddag, ik kwam mijn foto's halen. Voor wie was dat? Winters. Winters. Ah, ik heb uw foto's apart gelegd. U bent journaliste? Ja. Wilt u de foto's nog even zien? Nee. Foto's hebben mij niet ontroerd gelaten. Mag ik vragen waar dat was? Azië? Heeft u prima geraden. Gefeliciteerd.
¿Cómo diste conmigo? Fritz me contó que le escribiste. ¿Cómo estás ahora? También llamé a tu madre. Rita aún está con ella. Nadie sabía dónde estabas. Hiciste mal en no cortarle a tu madre sobre Miguel. La sentí muy triste. ¿Por qué te niegas a vivir? Eso es cosa mía. Podríamos vivir en Ámsterdam, juntos. De distinta manera. A ambos nos falta Miguel. No insistas, Enrique. Sudamérica es algo tan lejano. Debes irte ahora. Por favor. Abandono tu país. Somos una pareja de papel. No sé cómo ayudarte, Enrique. Lo siento. Lo siento. Ja, met kamer 33. Kan ik even telefoneren? Ja, 04186 1317. Ja, dank. Gelukje gehad, geloof ik. Ach, God in mijn hoofd. Een natte broek. Naar Hans gaan. Hè? Die geeft je nieuwe broek. Kom maar. Hij heeft de laatste tijd ontzettend veel moeilijkheden gehad. Ga je mee? Kom. Dan zie je Hans. Zo, die is even naar zijn eigen groep. Wie kwam u bezoeken? Help me. Ja, ik zal je even helpen.
Ik ben de zus van Emine. Ja. Jan van Straten. Ik ben het hoofd van de afdeling hier. Oh, hallo. Ik ben min of meer op de hoogte van de problemen en de conflicten die er zo al geweest zijn. Oh ja, ik vind dat ik het allemaal een beetje verkeerd gedaan heb. Ik wou jullie daar ook wel mijn excuses voor aanbieden. Maar ik ben er wel overheen, hoor. Ik wil Emine gewoon af en toe zien. Ja. Ja, dat lijkt me voor iedereen het beste. Kijk, we hebben Emile uitgebreid besproken op het stafoverleg. En omdat hij de laatste tijd nogal wat aanpassingsproblemen heeft. Maar het lijkt ons het beste dat hij de eerste weken niemand van de familie ziet. Ik hoop dat je er begrip voor hebt. Hoe is het met je moeder? Oh, heel goed. Is nog met vakantie gegaan? Ja. Jan, telefoon. Ja, ik kom eraan. Oh, ik zou er niet lang ophouden. Spijt me dat je het hele eind voor niet bent gekomen. Oh, geeft niks hoor. Zal ik je even naar de uitgang brengen? Nee, ik vind het alleen wel. Oké. Thank you.
taking over. Oh, who was in the nightclub with you? I didn't tell you it was von Kluge. Some time ago, that remark of yours might have got you into a lot of trouble. But now, who cares? Your copy of the signed contract. They're not serious about sending me on this job, are they? V1s and V2s, that's all the madman has left up his sleeve. Secret weapons. How far are they? About 25 miles. American Third Army will be here in less than a week. Well, I'll be in Paris tomorrow. Anything I can get you? No, I have an aircraft waiting. It's an important journey for me. Frequencies. What was that? Your radio frequencies. You'll memorize them before you leave? Oh, I'll learn them. Wish I was going with you. The Countess going back to Sweden, you to England. The place won't be the same. Not with American and British soldiers around, it won't. I meant instead of asking. See that? Free French. No, I'm not particular. Damn it, we're running late. I want to celebrate my last night in Paris. It will end. What will you do? If I survive. Oh, you'll survive. As I will. We're both professional survivors. Well, in that case, I'll just go on doing what I like best. Which is? Looking at pretty things. Did you ever go to Sweden? Wouldn't work. Well, we could try. Or are we too much alike? Let's just say we're very much alike. Stop dancing. I don't enjoy it with him watching. Hello, Ken. No, no. Gracias. Ah, charming. Charming. It makes my heart feel young again just to watch you. First, you'll have to steal a heart. France. And the last time we shall be together, huh? You've come for me rather early. They are getting anxious at the airfield, I know von Grunen. Do you know where he is? Come on. You coming? I had too many farewells in my time. I miss you, Helga. It's nice to know you remember my name. I will miss you.